De politieke partij Stree heeft vandaag haar fietstocht vervolgd richting het oosten van Suriname. De fietstocht is afgelopen zondag van start gegaan in het district Nikeri. De woordvoerder van Stree, Peter Wolf, zegt dat de bedoeling van de tocht is aandacht te vragen voor diverse maatschappelijke vraagstukken. Ook zal het bestuur ingaan op zaken die betrekking hebben op decentralisatie en gezondheidszorg. Zowel Wolf als Maisha Neus, voorzitter van Stree, vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan een veilig verkeer. Neus zegt dat onder andere deze boodschap met diverse gemeenschappen in het oosten gedeeld zal worden. Maar ook hoe wij met elkaar omgaan in het verkeer. Zoals jullie weten hebben we een hele hoge verkeersdode ratio. En ja, dat moet echt omlaag. De reden waarom wij van Stree dit doen, is omdat wij ook aandacht vragen voor onze verkiezingsprogramma. Zoals jullie weten zijn we een kleine partij. Financiële middelen zijn best wel krap bij ons. Dus we zoeken naar alternatieve manieren om aan geld te komen. En dit is er eentje van. Stree, aandacht vragen voor de partij. Gisteren waren we in Saramaca. Vandaag zijn we in Kommewijnen. We gaan eerst meer zorg aandoen. Vervolgens gaan we naar Tamaregio. Daarna gaan we overnachten in Stalkers-Eifert. Om morgen dan door te gaan naar Mungo. En dan de dag erna door te gaan naar Albina. En dan ronden we zondag af. En dan komen we terug naar de stad. We zijn excited. Ons team heeft er zin in. We fietsen nu al sinds zondag vanaf New Nikeri. En knietjes doen wel een beetje pijn, zijn een beetje pap. Maar we zijn doorzetters. En wij geloven ook dat volksvertegenwoordigers een goed voorbeeld moeten zijn voor de jeugd in termen van beweging en goed zorgen voor je lichaam. Wolf zegt verder dat de fietstocht ook moet dienen als een signaal aan de gemeenschap. Eén dat volgens hem aangeeft dat Suriname jonge en dynamische leiders nodig heeft. Suriname heeft jonge dynamische leiders nodig. En leiders die weten waar ze mee bezig zijn. En leiders die gewoon gezond zijn en die het werk kunnen doen. En daar willen wij een voorbeeld voor zijn. We willen echt met gezondheid bezig zijn en gewoon goede zaken doen voor Suriname. Ik wil aan de kijkers ook vragen, als jullie ons tegenkomen, stel ons vragen. Schaamt u niet, u kunt van alles aan ons vragen en we gaan altijd proberen uw vragen te beantwoorden. Peter Wolf, woordvoerder van de politieke partij Stree. Hij sprak vanmorgen met onze nieuwsdienst bij het GoTo-station aan de Van het Hoogrechtstraat, kort voor vertrek naar het district Kommewijnen. De fietstoer van Stree van het westen naar het oosten duurt bijkans een week.